Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag 31 juli 2009. Ja, het is nu bijna iets. Even kijken. Wacht even, dames, wachten. Het is nu 9:45. Dus ik moet even opschieten. Want wij moeten Blue vandaag wegbrengen. Dus, en het onweer, wat jullie dus al op de achtergrond kunnen horen. Maar dan mag de pret niet drukken. Wij gaan vandaag lekker weg naar het Drielandenpunt. Dus we nemen jullie gewoon gezellig mee. Ja, maar we gaan zo eerst Blue wegbrengen. En dan ja, komt het helemaal goed. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst vandaag. Ja, dit is de hoogste punt van Nederland. Bijvoorbeeld met Amsterdam Pijl. Zo komen we nog ergens, schat. Ga jij daar staan? Ga ik een mooi fotootje maken voor jou. Ja, dankjewel. Daar. Ja, ik kan foto's maken en filmen tegelijk, hoor, schat, en voor de YouTube-kanaal. Dat maakt niet heel veel uit. Alleen je gaat weer heel snel, hoor, nu in één keer van tak, 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 tak. Ja, ja, ja. Ga je ook even hier staan, ook even mij even pakken of wat? Ja, pakken. Nee, gewoon even mijn telefoon even overnemen, dan ga ik daar ook even staan. Gewoon filmen. Hoogfilm en foto's maken. Ja, gewoon maken, schat. Maakt niet uit. Ja? Ja, kom mee. Mooi. Ja, dank je. We zijn bij de Drielandenpunt aanbereikt. En we gaan dus nu naar Puiven. Zou jij even wel wat even willen doen? Dat is deze eventjes in de tas even doen, achterin. Zal ik even jouw telefoon vasthouden? Als jij vasthoudt. Je vasthouden niet aan de hand. Nee, doe ik ook niet. Dan ga ik kloppen als je wil. Lens op lens, mag dat? Lens op lens? Hoe bedoel je? Achter de tas, zit de lens op. Ja, dat mag gewoon. Oh, okay. Ja. Dat mag. Moet die uit? Ja, tuurlijk moet hij uit. Zal ik meestal uitzetten? Nee, knopje. Knopje naar beneden. Juist, dan is hij uit. We gaan weer. Jij gaat wel even eerst naar boven. Creëren. Ah, dit valt wel mee, joh, gek. Hi! Nog hoger, oké. Okay. Ik vind die hoogte even dat ik dus door die trap heen kan kijken. Ja, dat is niet zo heel. Nee. Ja, die koord, als je echt wil springen. Nee, even niet doen, Ro, alsjeblieft. Nee, dan en dan word ik helemaal gek. Ro, alsjeblieft. Oh, strandtafel. Dan word ik helemaal paranoia als je dat zegt. Het is voor de verlichting. Strandtafel. Nee, maar Ro, ik kan er doorheen zien, dus dan word ik helemaal para. Okay. Ik moet zo meteen even mijn telefoon even goed vasthouden. Zo. Dit is gewoon weer magnifiek gewoon. Goed. Best toch? Ja. We zijn er bijna. Zo. Bro, wacht even dan. Je loopt gelijk door. Terwijl je mijn vlog doe je niet. Dit vind ik helemaal niet leuk. Dat hij dus nu weggaat. Dat ik hem dus niet meer in het zicht heb. Dat vind ik helemaal niet leuk. Hij is mij nog een beetje... Nee, maar jij bent nog een beetje... Hou vast voor mij, want ik heb jou dan in beeld. Nee, maar hier. Okay. Want dan raak ik weer in paniek. Okay. Je mag wel voor me lopen, maar niet in één keer uit beeld. Alsjeblieft. Niet doen. Dan raak ik dus in mijn kop weer lichtelijk in paniek. Kijk, en nou kun je mij dus vlog filmen. Dank je. Ja. En dan kun je dus... Nou vind ik het niet erg, omdat ik jou dus in beeld heb. Alleen ik weet zeker dat je natuurlijk voor mij komt, maar ik vind het echt eng. Ja, ik heb geen goede zakken en ik vind het al eng om te doen. Ik heb geen drinken bij me. Wauw. 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 Waar is die bergmat? Die zoek ik even. Ja, maar ik zoek de bergen waar we net dus zijn geweest. 25 kilometer verderop. Waar? Bij die berg. Ja, de... Waar? Ja, die zie ik nu even niet droog. Toch wel? Kijk dan. Dit is Duitsland, daar. Duitsland. Wauw. En hier over Nederland. Dan is deze hoger als ons die, denk ik zo. Kijk, daar is wow. Met papa en mama. Maar die doet het. Nee, die heb ik. Ja, nou dan vind ik deze toren toch wel leuker. Enigszins. België, Ardennen. Ja, ja. Nou, we zijn dus nu in Nederland nog steeds. En wij gaan gewoon eens even met de lift, eens even kijken hoe snel dat gaat. Ja. Ja, nou ja, is toch leuk? Knopje heb ik al in gedrukt. Hè, dat en dat heb je dus nu bij deze zelf gedaan. En dat is Duitsland. En dat is België. Nederland hadden we al in beeld. En dan gaan we dus gezellig met een lift. Die er al aankomt. Naar beneden. Oh, het wordt wel heel druk in de lift dus, schat. Dus even kijken hoe snel we dus beneden zijn. Oh, kijk. Ja. Ja? Zo, we gaan naar beneden, mensen. Dat zet een heleboel trap. Eerste etage. Ik zie mijn voeten. Tweede. Niet doen, niet doen. Dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Nu wel. Vergane grond. Nou, nog niet hoor. Die wordt bezocht allemaal vriendelijk uit te stappen. Ja. Nou, dit scheelt enorm, mensen, met een lift. Ja. Kleren en lopen met die trap. Knap. Ga helemaal de grond in. Kelder. Liggen. Schijnen lig je op mij. Alleen. Nou, gewoon hier er weer uit. Daar eruit? Ja. Ja, je kan ook hier. Ja, ga jij hier eruit, joh. Hè? Ja, daar eruit, hè? Ja, en we gaan weer teruglopen naar de auto. Zo, schat, kom even hier erbij. Kom gezellig erbij. Ja, nou en gewoon. Nee, en jij moet niet zo eigenwijs lopen zijn. Schat, hier is eigenlijk gewoon een stippellijn, dus je mag hier gewoon lopen. Ja, maar hoe heb jij het ervaren erbovenin? Vertel. Dat was even eng op die trap, ja, maar verder was het wel oké. Ja, en die trap die was niet fijn, nee. Nee, zo'n gaatje. Dat klopt. Dat klopt. We gaan even aan de andere kant lopen. La 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 la. En we leefden nog lang en gelukkig. Ja, soms moet je gewoon even je stoute schoenen aantrekken. Je hebt hele stoute schoenen aan. En gewoon doen. Ja. Het is hier trouwens, mensen, allemaal betaald parkeren. Ik weet niet, het was €2 hè, volgens mij zoiets. Ja. En waar wij staan is gratis. Het is wel even een beetje lopen, maar dan heb je wel wat. Het is wel gratis parkeren, ja. Ik weet niet wat we doen, maar... Nee, ik ook niet, maar oké, dat maakt verder niet uit. Maar je kan gratis parkeren. Parkeren is gratis. Ja, precies. Nee, bezielig. Maar nu even kijken hoe we dus aan de overkant komen, want we moeten dus daar wezen. Aan die kant van de weg. Ja, en hier is allemaal bossages. Aflappenwandje. Nou ja. Ga er gewoon zo meteen even ergens ertussen doorknallen. Dat mag niet. Tuurlijk mag dat. Nee, dat mag niet. Staat erin. Waar? Met het bordje. Ach. Niet door los mag geloven waar geen pad is. Ja, doei doei. Dat mag niet. Waar staat dat? Dat zal ik je zo laten zien. Ach. Doei, kom. Ik mag overal lopen waar ik wil lopen. Staat het hier? Parkeer het. Nou, joehoe. Hij spoort niet hoor. Nee. Ja, we maken weer even een kleine pitstop. Want ik wil even iets op de foto maken. Via mijn telefoon. En ook even filmen naar jullie. Dus. Ja. En wij staan dus nu daar. Dus ik ga een mooie foto maken. Ja. Loop gewoon weer even naar beneden. Deels. Ik ga ook even zo meteen stout zijn. Ik ga ook gewoon even op die grond onder zo meteen staan. Mag wel eens waar. Oh, daar hebben we ook zeker een politiebureau gelijk. Dus die gewoon gesloten. Hey. Ik ga even naar de overkant. Dan ga ik gewoon even stout doen. Ik wel. Ik ga gewoon even stout doen. Dan staat daar een politiebureau. Daar. Toch even heel veel schijt aan. Ik mag weliswaar niet, zo. Ik mag een hele hoop, hè. Vloggers doen wel eens wat meer. Wat niet mag. Ja, dus. Ik sta gewoon eventjes op de rondom. Maar mag dat niet dan? Nee? Nou heb je pech. Ik mag alles hier. Ook niet alles, maar... Ik vind hem gewoon even mooi. Ja, nou, en ik ga weer doorlopen naar de auto. We staan nu dus bij een plink-plink, ja. Spoorwegovergang. Daar komt hij al aan. Zo, dat is een kleintje hoor, dit. Een leuk kleintje. Nou, dat was hem. Ja, wij staan dus nu bij de La Plaza, Burger King. Bij Nederweert. Ja. Nou ja, eventjes een pitstopje maken, even eten. En dan zo meteen weer even een raampje open. Joepie. Zo. Ja, ja. Nou, dat nog even en dan zo meteen op richting huis. Maar dat is nog ongeveer 1,5 uur rijden. Ik zal zo eens even kijken. Ja, ik heb het even bekeken. Het is naar mijn huis nog 1 uur en 3 kwartier. Maar dan moeten we nog eventjes een kwartiertje ervan afhalen. Want wij moeten eerst nog Blue ophalen. Dus daar hebben we weer een pitstop sowieso. Het gaat allemaal lekker zo. En dan vanuit daar weer... sorry. Ja, Toehuizen. Dus ja... Yeah. Eerst wat eten, wat drinken en dan ja, nog in de auto bakken. Dus nog 1 uur en 1 kwartier. Dus als we rond 6 uur weer weggaan hier, is het ongeveer 7:15, 7:30 dat we daar zijn. Dus komt helemaal dik prima in orde. En rouwmoederijen, dus maar we zijn allebei brak en moe. Ja, dat wil ik niet weten. Ik denk dat als Ro met Blue, als wij gewoon thuiskomen en ik gewoon gelijk de honden pak en dan naar huis toe rijden en dan dat ik de honden gelijk bovenop haal, gelijk een rondje gaan doen en dat hij naar huis gaat en dat hij zo gewoon gelijk vertrokken is en ik ook. Dus. We zullen het zien. Nou, er is zoals altijd bij Eindhoven een hele grote dikke file. Nou, daar heb ik geen zin om in te staan. Dus we rijden weer even een toeristische route. We gaan nu door Leende. En we zijn bijna bij Blue. Ja, dat meisje gaan we weer ophalen. En we zijn allebei moe. Blue ook waarschijnlijk. Dus ik ga zo meteen strakjes mijn meiden uitlaten. En dan ga ik ook lekker naar bed. Dus ja, dat gaat toch goed. Maar ik ga sowieso nog wel even filmen als Blue weer in de auto zit. Ja. Nou, dit is een Shadow. Hè, Shadow? Ja, en dan kom je ook nog eens een keer in mijn vlog. Wordt op YouTube gezet. Dat is leuk. Hè? Ja. Moet op YouTube komen. Ja. Yeah. Ja. Ja, op YouTube. Ja. Kan je zelf terugkijken. Dat is leuk. En heel veel mensen die vinden huskies mooi hoor. Ja, mooie husky op YouTube. Heel veel mensen die vinden huskies leuk. Oh, ga je doen. Ga je doen. Niet praten. Nou, ga je praten? Oh, komt er nog eentje. Ja. Ga je praten, spreken? Hé, hey, grote kat. Ja. Oh, jawel. Huh? Hoi meis. Ja. Oh ja, je krijgt bezoek, schat, volgens mij. Van deze grote Roompot. Kom maar, Roompot. Roompot vakanties. Roompot is dat. Oh, Roompot, kom maar. Gaan we doen? Niet graffen. Maar bij deze wil ik jullie gelijk bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie onder, achter, in de comments. En dan zien we jullie morgen weer terug. Dan zou ik zeggen, dankjewel. Doei!